Maar dat zien we wel. Ik heb lekkere melk voor Ah, jou. je bent echt grappig. Yes. Je bent echt grappig. Jullie zien het, hè? Hij is hartstikke grappig, deze jongen. Het is echt. Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer, dag 135. We uploaden nog steeds. En zal ik jullie een geheimje vertellen, mensen? Ja, ik vertel het niet graag, maar ik hou het liever voor mezelf. Maar ik heb bijna 1 miljoen subs. Als jullie nu allemaal even abonneren, ja, dan kent u het wel, dan hebben we het zo goed als. Mat, flikker op, ik hoor je in de woonkamer. Je hebt niet bijna 1 miljoen subs. Jawel. Nee, flikker op. Hij is echt een hater, hij snapt het niet. Ik heb bijna 1 miljoen subs. Wat een kneus. Mensen, hij is zo jaloers, het is echt ongelooflijk. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Dit stukje comedy. Jack van Gelder, dames en heren. Jack van Gelder ging dus een livestream doen. En op zich, Jack van Gelder had volgens mij voor de Summer Holiday meme letterlijk 3000 Instagram volgers of zo. Ik zie een heleboel nieuwe namen. Ja, leuk ook. En ik denk dat als hij live ging, dat er dus letterlijk van die Atemos-achtige boomers daarin zaten te kijken. En dan iets wilden weten, is Jack's mening over voetbal. Nou is over voetbal praten sowieso best saai als je niet VI bent. Maar nu met al die kutkinderen natuurlijk. Al die mensen van die Summer Holiday meme die in die chat kwamen en hem gingen trollen. Ik lach vanmiddag zo stuk. Ik heb dat helemaal zitten kijken. Hij wilde namelijk met Nick Schilder van Nick en Simon in die in die livestream. Op Instagram kun je natuurlijk samen live gaan, weet je wel. En elke keer gingen mensen zo net Nick Schilder account aanmaken met diezelfde profielfoto. En dan dacht Jack, oh, volgens mij heb ik nu de goede Nick Schilder te pakken. En dan nodigde hij die gast uit voor de livestream. Ik zie nu een vreemde achtergrond. Leuk is dat, hè? En er kwam er weer zo'n kutkind in beeld. En dan was Jack weer salty. Ach, we hebben weer een grappenmakertje. Ach, wat schattig. Geblokkeerd. Daar heb ik geen last meer van. In ieder geval ook nog bedankt, lieve kijkertjes, voor de positieve comments over mijn tekeningen. Ik wil nog wel een tekening voor jullie maken voordat we deze video beginnen. Laat vooral achter in de comments welke tekening jij volgende week wil zien. En dan maak je kans op deze tekening. Je ziet het niet goed door het licht, maar hij is weer goed gelukt hoor, dames en heren. Jack van Gelder, dames en heren. Goed, in ieder geval. Ik zag dit laatst ergens voorbij komen, dit. Normaal gesproken zie ik dit soort talkie-programma's voorbij komen. Rijden de rechter, jawel, jawel. En dan denk ik, ah leuk, ik kijk het even en dan klik ik het weer weg. Maar nu heb ik elke dag content nodig. Dus nu dacht ik, laten we dit gewoon samen gaan kijken. Dan kunnen we er samen van genieten. O.O. Scheemda heet deze aflevering. Nou, dat zegt waarschijnlijk genoeg. De titel is Flik Floyen en WhatsApp Porno met de buren. Ik ben heel benieuwd wat we hier gaan zien. Volgens mij is het echt pure talkie chaos. Het conflict is begonnen om boompjes eruit te halen. Na die boompjes gingen we dus een borreltje drinken met elkaar. Toen begon het dat de buurvrouw, dus 65 en de buurman, 67, gewoon waren een kussen hier in dit huis. Wij zaten allemaal in de kamer. Oh, deze mensen. We hebben dus deze Henk en Ingrid hier ook. En die hadden twee buren uitgenodigd van 65 en 67. En die begonnen ineens te kussen in hun huis. De toon is wel gezet voor deze aflevering. Kussen hier in dit huis. Er werd gezoend in de keuken, buiten, waar de getrouwde buurvrouw ook bij was. Ja, dat vond ik ongepast. De getrouwde buurvrouw was er ook bij. Dus, nu snap ik het niet meer. Ik was in de keuken en Gert kwam achterna. Die heeft me dus een zoen gegeven. Dat is 3 keer gebeurd. En dat vond ze dus niet leuk. Ik vind het niet gepast wat je gedaan hebt. En onze vriendschap is nu kapot. Ik heb toen op de brug aan Gerda verteld wat voor berichten Michel mij stuurde. Ik heb haar daar ook gewoon laten lezen. Een aantal berichten wat eigenlijk, nou ja, best wel erg is dan. Toen dacht ik, ja, wat moet ik hiermee? Ik weet niet precies meer wat erin staat, maar een klein gedeelte weet ik wel. Want zij stuurde echt gewoon eigenlijk kleine porno filmpjes. Wat zijn kleine, hele kleine pornofilmpjes. Eigenlijk, die filmpjes zijn zo klein. Het is eigenlijk bijna een foto, weet je wel. Zo klein. Even kijken. Dan laat ze, daar gaan ze die laten zien. No way. Dit zit in mijn WhatsApp gesprekken met Michel. Gelukkig zijn. Dit is gewoon een random video. Huh? Hij had dan ook kunnen zeggen, nou, vanuit hier heb je geen behoefte aan. Heeft hij ook nooit gedaan. Kijk, ik heb zelfs een mooie foto gestuurd dat ik een gezellige zaterdagavond had met nootjes en zo op tafel. Dat stuurde ik dan ook. Niet alleen maar pornografisch. Wat stuurt hij je dan? Ik hoop dat je niet alleen zit. Dit is al een beetje dubieus weer, hoor, Michel. En later eigenlijk een, ja, nou ja, wat funzige berichten terug, zeg maar. Het zegt voor mij helemaal niks. Helemaal 0,0. Wacht, deze guy heeft die porno shit gestuurd naar die buurvrouw.
Terwijl zij borrelnootjes naar hem stuurde. En die vrouw ernaast geeft die vrouw van de buren de schuld. Dit zijn toch echt Fred en Ria, hoor. Als je die Fred en Ria kennen. Ja, geloof je het zelf? Dan schot ze me uit voor... daar heb je die Big Fat Mama. Is dat uitschelden of is dat gewoon een passende bij... Big Fat Mama. Nou, en dat, daar hou ik gewoon niet van. Dat is gewoon niet waar. En dat weet zij ook. Is het niet... Stop met onzin verhalen. Verspreiden over ons en dat verder ook. Moeilijk, hè, lezen. Maar deze viespeuk stuurt porno naar de buurvrouw. We gingen eerst een boompje uit de tuin halen en toen gingen wij een borreltje drinken. En toen begon zij, Jeanette, met de buurman te vrijen. En niet andersom, zij begon. Maar wie is dan de buurman? Is hij dan de buurman? Zeg gewoon met mijn man, waarom draai je eromheen? Maar vrijen, flikvlooien, kussens geven? Vrijen, echt vrijen. Echt vrijen, echt vrijen. 13 soorten seks die je echt een keer moet doen. Ah, je zat er wel bij. 9, de knetterharder maak je buren boos. Seks, dat is zeker gelukt. Dat die getrouwde vrouw ook op de bank zat. Klopt dat? Nee. Wat klopt er allemaal niet? Het gaat niet om hem. Het gaat om een andere buurman. Toen heeft hij me dus met twee handen zo vastgepakt en mij echt een dikke kus gegeven. Gadverdamme! Zij is gekust door een buurman die hier niet is, maar gewoon een random buurman. En die getrouwde vrouw was daarbij. En toen werden zij daar boos van, want dat gebeurde in hun huis. En stuurde hij toen porno of wie stuurde toen porno? Michel is eerlijk, zei ze. Want mijn achternicht zei van, denk je dat Michel eerlijk is? Ja, zei ze, volmondig. Toen heeft mijn nicht gezegd van, nou dan moet je maar even kijken. Het waren meer grapjes. Want ze begon met pornofilmpjes te sturen. Ja, dat vind ik sowieso wonderlijk. Want ja, het komt in mijn vriendenkring niet echt voor om pornofilmpjes te sturen. Ja, bij mij wel heel veel. Ja? Je mag mijn telefoon bekijken. Oh, zij begon met sturen. Dat is normaal, dat is grappig. Dus u ziet dat niet als een seksuele toenadering. Absoluut niet. Deze kerel die niet de echte rijdende rechter is trouwens, die komt ook gewoon op locatie checken hoe het uit de hand heeft kunnen lopen. Wat gaat hij dan doen? Kijken hoe de keuken is, hoe je daar echt kan vrijen. Het gaat ook nergens over. Hoe heb je hier een rechter voor nodig? Wat gaat hij zeggen? Ik wil bij u langs gaan. Ja, is goed. Kom gezellig verder. En die mevrouw meenemen. Nee, die komt niet meer bij me. Jawel. Nee. Anders kan ik het niet doen. Ik moet, anders kan ik geen uitspraak doen. Nou goed, dan gaan we de tuin even nemen. Ja? Dat moet helemaal niet. Dat is gewoon leuk voor de televisie. Dan heb je echt totaal geen toegevoegde waarde, heeft dat. Ze zat te flikvlooien hierachter. En toen heb ik haar... Hier buiten? Ja, en ook binnen in de keuken. En toen heb ik nog tegen haar gezegd van, dit kan je niet maken. Maar ze is zo schijnheilig. En ik heb ook gezegd van, daar heb je gelijk in. Ik zeg, maar mijn gevoelens kan ik niet. Oh, nou geef kan ik wel niet uitzoeken. Nou zijn het ineens weer gevoelens inderdaad. Het was net nog gewoon, keus naar gebeurt gewoon. Ja, maar die getrouwde man heeft zijn gevoelens als eerste naar mij geuit. Jullie zijn hier gekomen en een heleboel is gewoon. Nu gaan we weer. Wat de fuck gebeurt. En hij heeft ook volledig zijn zin gekregen deze wet. Want dit is de televisie die je wil. Als ze niet mee had gemoeten, zogenaamd voor de uitspraak, was het nooit gebeurd. Stel je gaat met haar echt vrijen. Poeh. Want waar heb jij geen ruzie mee? Waar ben je hier? Ja, ik kan het niet meer horen. Nee. What the fuck, jongen. Het is zo lawaaierig dat ik niet meer kan nadenken. Zolang als jij doorgaat, zal ik ook never nooit ophouden. Als jij dat van waarom zou jij alles mogen doen en ik niet? Oh, dat past niet. Ik heb het niet tegen jou, ik heb het tegen haar. Dat interesseert mij niet. Dat jij het tegen mij zegt. Dat jij je bek houdt en dat ik Jij moet je bek houden. Michel komt los hoor. Ah, dit is gelukkig wel een gesprek op niveau. Je merkt dat ze richting een oplossing aan het gaan zijn. Zo, dat was even een hele andere sfeer, ander temperament. Jullie zijn hier heel rustig. Dan krijgen we het volgende hoofdstuk, namelijk uw achternicht. Speelt nog meer tussen uw achternicht en weer Michel. Oh, Michel. Michel, dit gaat helemaal verkeerd, Michel. Michel. Deze blik verraadt eigenlijk dat ze het helemaal nog niet eens weet. Ze zegt dat ik dus, ik heb de hele tijd met haar gelopen, zeg maar, met een hond. Maar dan wil ze dus beweren dat ik dus verliefd op haar ben. Misschien heb je wel gezegd dat ik verliefd op haar ben. Maar... Want dat flap je er wel eens uit. Ja, dat is... Wat? Deze vent is ook niet barkie, hoor. Die heeft misschien gezegd dat hij verliefd is op Big Mama. Trouwens, wat er allemaal gebeurd is, ja. Wat heeft dat met jou te maken? Ja, met Aaltje. Wacht, het was natuurlijk de nicht van Big Mama waar hij dat tegen gezegd heeft. En dat meende hij verder eens niet. En daar heeft zij weer niks mee te...
Hallo. Als je dat zo afknipt, zou best een tiet kunnen. Nou goed, volgende stukje. Laat ons dan met rust. Ik hoef nog geen pot buiten te zetten. Hou je bek. Ik heb geen bek. Hou je bek. Zal ik jou een berg eens verbouwen? Dan heb jij een berg. Doen we dat even niet? Nee, maar ik zie nu in één keer de woede. Ja, inderdaad. Dit is het moment, hè? Snap. Zo slecht. Want het is bezet als ze 1 seconde geleden nog zei. Jullie zijn hier heel rustig. Ik heb mijn gordijn niet achter een stoel hangen, hoor. Om zo, als ze gaat filmen of foto maken. Dat ontroert me. Ja. Nee, weet je wel waarvoor praten. Dat is? Nee. Ik zeg dat weet je helemaal niet. Ik wil toch aan het woord of niet? Maar laten we niet spullen. Nee, meneer, heb je ook niet. Swanette, jij wel dan? Michel. Ja, ik wel. Michel. Even rustig, goed? Want bij ons thuis... jullie letten precies al wanneer Michel weg is en wanneer Michel... Het is net andersom. Deze kan ook geen punt maken. Die heeft er ook heel veel moeite mee om een zin fatsoenlijk af te maken. Waarom zal ik haar filmen? Zo'n beauty ben je ook niet, hoor. Oké, ik stel voor dat... naar de meningen gaan. Wacht, wat zegt zij hier dan? Zo'n beauty ben je ook niet, hoor. Oké, ik stel voor dat we naar de meningen gaan. Oh ja? Meester Reed bestudeert aandachtig wat er nou in die WhatsApp-gesprekjes is rondgestuurd. Oh, gaan we die WhatsApp... Welkom in... We gaan de WhatsApp-gesprekjes beoordelen. Ik ga nu laten zien welk materiaal de buurvrouw aan Michel... Ja, let's go! Daar gaan we! Ik weet niet of je geluid... En dan hebben we het, denk ik, over een kuisse versie. Michel, deze guy vindt het ook prachtig. Deze gast. Ik moet zeggen dat zij het iets minder leuk vindt. En daar ging Michel verder dingetjes op schrijven. We hebben gelezen. Heeft ook. Het is expliciet en het ligt er niet om. Oh, Michel heeft expliciete dingen teruggestuurd en het ligt er niet om. Krijgen we dat ook nog te lezen? De WhatsApps die Michel naar u gestuurd heeft, die zijn heel expliciet. Ja. Over wat hij met u wil doen. Ja. En dat heeft u toen aan zijn vrouw laten zien. Ja. Waarom? Omdat zij dus... met mijn leven bemoeien en omdat zij denkt dus dat haar man heilig is. Wat een hoere grote oorlel heeft zij trouwens, zeg. Waarom stuur je dan pornofilmpjes rond? Dat is niet op hem gericht. Dat ik stuur het ook naar vriendinnen en andere vrienden. En daar is het mag ik iets heel wereldvreemds vragen? Hoe deel je met een groep pornofilmpjes? Via WhatsApp. Of via WhatsApp? Waarom heb ik die pornofilmpjes dan niet gekregen? Filmpjes. Had u ze graag gekregen? Nee, wat moet aan mij? Nee. Ik heb wel iets gezegd van, nou, wel trussend. Mag ik niet zeggen van wel trussend? Nee, of weet ik veel? U heeft meer gezegd dan wel trussend. Oké. Okay. Als ik dat allemaal gezegd heb, dat was allemaal als grappig. Ja. Niet als eerlijk bedoeld. Ja, voor alle duidelijkheid, het is gewoon een grap. Geloven wij dit, dames en heren? Ik heb een hele lieve vrouw naast mij, die alles met mij wil... Ja. Ja. We gaan fischen, weet ik veel. Wat we willen doen. Dansen of zo, weet ik veel. Als we dat willen doen, kan ik dat doen. Maar hè? Nou, u hoort het. We gaan even weg bij de seks. Oké, dan stoppen we ermee voor deze video. Tot ziens! Het is tijd voor de uitspraak. Hier is Meester Reed. Come on! Nou, wat gaat hij zeggen? Michel, stoppen met vieze pornofilmpjes sturen. Mevrouw Everardigs maakt zich niet schuldig. Dus, deze heeft dus al niks fout gedaan volgens de rechter. Nou, dat begint lekker. Contact tussen buren is onvermijdelijk en ik wijs deze vordering af. Dit is mijn uitspraak. Dit is een hele goede uitspraak. Hij heeft eigenlijk uitgesproken dat ze allemaal bullshit aan het lullen waren en dat het helemaal nergens op gebaseerd was. En dan heb je je hele leven lekker op televisie verteld. Dat lijkt me echt heel slim. Ze zijn ook allebei blij mee of zo. Zijn ze vooral blij mee dat deze draaidag voorbij is? Wat heb ik na een half uurtje ellende zitten kijken? Zeg, wat is dit triest? Goed, mensen, dat was hem weer voor vandaag. Ik heb het idee dat ik een hele slechte reactor ben. En dat ik voornamelijk deze aflevering gewoon heb lopen te kijken. Zonder eigenlijk wat nuttigs toe te voegen. We hebben in ieder geval weer een uniek inkijkje gekregen in waar ons belastinggeld naartoe gaat. En ik hoop dat jullie snel weer allemaal op deze tijd naar school moeten. Doei, doei. Nou.